Yo, leuk jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag gaan we weer GTA doen en dan gaan we een auto pimpen. Want, jongens. Als jullie goed naar mijn bank gaan kijken, let op. We gaan even zo een auto halen. Maar ik heb dus hier zo 7 miljoen easy peasy goud. Maar oké. Nou, dan gaan wij naar Travel S. Ik weet nog niet welke auto ik ga halen, dus... Dan moeten wij eventjes kijken hoe wij dit doen. Ik zat te denken aan deze auto, Maar weet je, zo, jezus, kom net mijn woorden. Weet je welke cool lijkt? Deze auto lijkt me ook wel cool. De Truvate, Terex, oké, boeiend. Maar deze lijkt me ook cool. Maar is weer wat duurder. Zo, jee, ik heb allemaal keuzes hier. Allemaal moeilijke keuzes zijn dit. Wat hebben wij nog meer? Deze twee heb ik. Ik weet niet of deze goed is, weet ik niet eens. Ik wil wel een snelle auto hebben. Nou, voor mij is deze wel. Ik ga even snelheid testen. Snelheid is daar zo. En deze topspeed. Allebei even snel. Misschien kan ik deze. Misschien kan ik deze een andere keertje gaan halen. Als ik deze gewoon nu houd, want deze is wat duurder en die is wat goedkoper. Dus let's go, we gaan voor deze. Dan wil ik hem in het kleur, ja. Doe maar. Gewoon rood. Orde. Natuurlijk in mijn office garage, want dat is belangrijk. Oh nee, ik kan niet meer in garage 1. Dan moet hij in garage 2. Hoppa, 4 miljoen heb ik nu. Dat is toch prachtig. Nou, dan moeten wij wachten tot de auto binnenkomt. En dan, ik zie jullie dan als de auto er is. Dus tot. Ja jongens, de auto is er. We gaan naar mijn garage toe. De auto is er dus, dat is mooi. Dan is mijn garage hier zo ergens. Even kijken waar die is. Oh, ik zie daar dus ook, zie hem al. Maar had ik daarin moeten gaan? Oké, hier is dus een garage ergens. Jeemig. Wat vervelend die hand. Ja, je moest toch eentje verder gaan. Moeilijk rijden, maar oké, Nou, hier gaan wij naar mijn garage toe en dan moet deze auto... Waar is mijn muis? Waar is hij dan? Nou, even kijken dan. Nummer 1 is al helemaal klaar. Dan gaan wij naar boven toe. En dan moet hij hier ergens zitten? Nee. Dit is B1. En dit is C1. Wacht eens even. Ik heb mijn auto op de verkeerde garage gezet. Ik kan van mij 60 auto's opbergen. En dan moet ik hier naar gaan. Moet ik weer naar mijn andere garage. Zo. Ik moet maar naar mijn garage 2 toe. Kijk, hier is die bij A2. Bij 2A. En de andere is er bij 1. Ik heb nog 1 nog niet eens vol. Zo, dan gaan we hierin. Even kijken of het een beetje snel is. Dus jongens, ik ben benieuwd. Nou, even kijken hoor. Ik hoop dat hij wel wat cooler pinbaar is. Anders verkoop ik hem gewoon.
Hij is wel een beetje snel. Hij rijdt wel goed. Niet zo moeilijk. Oh, daar ging hij wel slippen. Oké, we gaan naar de garage toe. Hoewel ik een lage level ben, betekent niet dat ik hem helemaal volledig kan pimpen. Dat moet ik echt gaan fixen. Ik moet eventjes de level gaan grinden. Zo, kan ik goed rijden. Here for the magic touch. Rupier, even kijken, dan gaan we naar Exhouts. Jammer dat ik deze vind ik gewoon lelijk. Dus ik ga hem gewoon op hetzelfde. Want deze is gewoon lelijk. Dan gaan wij naar de grills. Zo, hij wordt wel lijp hoor, hoe die als einde is. Maar we gaan niet met carbon, we gaan gewoon met kleur. Dan gaan wij naar de... Oh, hij heeft ook nog livery, dat is nice. Wat voor livery heeft hij? Ja, dit... Ik weet misschien welke kleur ik hier ook kan matchen. Hierzo ook. Hierzo volgens mij ook. We gaan eens kijken bij welke kleur deze zou passen. Want deze ziet er wel cool uit, deze. Dus wat wij doen is, we kopen hem gewoon. Dan zien we welke kleur erbij kan matchen. Dan gaan we naar de mirrors. Ah, dat zijn gewoon de dingen. Wat is het verschil tussen die? Niks, oké. Okay. Blade moet altijd yellow black zijn. Zo. Respring, nee, nog niet. Roof. Ja, dit is lijp. Kijk, nou wordt hij nog lijper nu. Nu weet ik echt zeker wat voor kleur ik erop kan zetten. Heeft hij ook spoiler? Ja, hij heeft ook spoiler, mooi. Ik denk dat deze wel erg lijp zou zijn. Ja, zo. Ja, dit ziet er ook uit. Maar ja, we kunnen die niet halen. We kunnen wel deze. Dan gaan we hier naar de spreulen. Wat is het verschil tussen die twee dan? Oh, dit is primary en dit is secondary. Ik denk dat ik hem op secondary zet. Nee, wacht, voor mij is secondary de meest. We zien het wel, maar even kijken hoe die beter kan worden. Zij kan veel spoilers hebben. Welke level moet je zijn? 63. Zo, ja, deze ziet er wel, ja, ziet er wel echt. Deze dan. Ziet er wel lijp uit, maar oké, we gaan de secondary doen. 10.000, kom maar erop. Even kijken hoor, naar de... Oké, we gaan nu gewoon respray doen. Dit is primary en dit is secondary, mooi. Dan wil ik primary eventjes metallic doen. Kijk nou, maar deze kleur zou er perfect bij passen. Dit soort, hè. Maar welke het ook zou kunnen passen. Ik weet niet of ik die kleur heb. Dus we zien het vanzelf. Kijk, een beetje van dit groenachtig. Kijk, dit ziet er bruut uit. Ik zeg je, dit ziet er echt wel bruut uit. Dit. Ja, we doen deze gewoon. Ja, sorry, deze doen we gewoon. En dan met dit erbij. Diamond Blue. Even kijken of die, hoe dit eruit ziet. Kijk, dan met deze, ja. Deze doen we. Racing Blue. Klaar. Dan gaan we naar secondary color. Ik hoop dat dit keer wel een coole auto wordt. Ik
snap niet, wat verandert van de secundaire color? Ah, oh, dan zie ik het al. Dit ding verandert heel klein beetje. Kijk, als je eens kijkt. Dan zie je, daar is een beetje geel. Nou, is het nou wat? De hele spreulen die verandert niet. Nou, dit laten we gewoon zo. Dan gaan wij naar de licht. Neon kits. Neon layout. Het maximale. Want ik vind het zo dik, die dingen. Dan moet ik eventjes kijken welke kleur erbij zou passen. Groen. Nee. Ja, deze rood, ik weet niet. Ja, dit zijn alle kleuren, dus dan denk ik voor deze mintgroen. Zo, dit ziet er echt wel lijp uit deze auto nu. Is er nog iets wat ik eraan kan doen? Oh, de raampjes. Nee, ik wil wel dat dit zichtbaar is, dus dat ziet er wel lijp uit. Nou, dan gaan we eventjes naar de armor, want deze wil ik ook wel een beetje armor hebben. Zo. Brakes kan niet. Engine. Daar zit eigenlijk voor, dus deze ding heb eigenlijk helemaal geen dinges meer omdat hij voor zit. Oh, je hebt ook nog de... Oh ja, deze heb ik al gedaan. Ja, dat is wel een beetje. Dit was de auto dus. Dus we gaan hem eventjes testen. Dus we hopen dat hij goed is nu. Ja, dit ziet er erg wel bruut uit. Nou, ga ik er weer uit. Verkeerde knop. Ja, natuurlijk. Ja, dit is een lijp auto. Ja, hij is wel goed. Alleen moet ik er beter weer rijden. Ja, dit is wel een goede auto. Ja, hij kan wel goed hebben. Ja, dit is een goede auto. Nou jongens, vonden jullie deze video leuk? Doe dan een blauw duimpje omhoog en abonneer. Dat zou tof zijn. En dan zie ik jullie later weer bij een nieuwe video. Laters.